Nou, Connie. Heel veel succes. Goed? Dankjewel. Dit heeft Connie ook gewoon mee. Dat zijn eiwitrepen. Ja, koekoek. Ja, echt waar. Met chocola zeker. Ja, 10 gram eiwit bijna. Er zit ook chocola op. Ja, dat is een soort nep chocola. Oh, oké. Nou, succes hè. Oké, doeg. Waar staat hij ook weer? Oh, hey man! Hey! Hey! Zo, ik heb hem hier even op stal mogen zetten. Omdat ik een tijdje moet wachten voordat ik kan rijden. Heel veel mensen als het maar een klein beetje naar buiten wegrijden voor jullie leven. Helemaal niet zo. En het is maar geen verhaal van jullie leven. En daarom ga je eruit. Rustig gaan, zo. En dan geef je haar naar die kant. Juist. Nog naar daar, daar ga je juist. En daar gaat hij jou zwaar komen, dat is goed. Vul dat hij echt maar geven is aan die. Ja, goed zo. Dat hij echt maar geven is aan die middenleuven. Dat hij echt ontspannen achter de hand gaat lopen. Op de middenleuven, sorry. Wij gaan het doen, Connie. En aan het denken, Connie. Actief. Je hebt een bepaald, je hebt een beetje trek nodig bij hem. Je moet je niet aan te maken. Dat is heel goed. Ja, dat is goed, Connie. En dit is Rolinde, die organiseert de clinic. En ik vind het heel leuk om even op de camera te gaan. Nou, het is 1:30. Even een lichtje maken. Ho, 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 ho.
koffie. Hey, wachten. Hey, wachten. Nou, ik moet zeggen, ik was echt heel blij met de les. Want wat er gebeurde is... toen ik begon met rijden, voelde het weer echt alsof hij zich een beetje afsloot. En ik was totaal niet aan de hulpen. En dat heb ik wel vaker als ik op vreemd terrein ben. En ik vind het dan een beetje lastig hoe ik daarmee om moet gaan. Maar, die camera is heel leuk. Nee. Maar ik moest hem gewoon echt, ik moest gewoon flink gaan rijden. En gewoon niet accepteren dat hij zo laks op mijn been reageerde. Nee, Bal, dat kan je niet opeten. Laat die camera met rust. Maar ja, dat vind ik dan toch ook wel een beetje lastig. Want ja, dan moet ik wel gewoon even wat strenger zijn. Ja, dat wil ik dan eigenlijk niet. Maar ja, dan blijf je er ook maar een beetje aan klooien en zeuren. Dus dat is ook niet de bedoeling. Heb ik nou nog helemaal niet uitgelegd waarom ik zo laat ben. Ik moest dus om 4:15 rijden, kliniek bij Rien. En door wat omstandigheden ging ik dat net niet redden. Dus toen kon gelukkig een les omgeruild worden. Dus in plaats van dat ik om 4:15 moest ik om 8:45. Maar goed, ik was er ik was 5:30 daar. Ja, dan ben je dus 3 uur te vroeg. Maar wel veel kunnen opsteken van de andere clinics. En gelukkig kon ik Baltzar daar even op stand zetten. Dus dat was ook geen probleem. De clinic werd gegeven bij Laura Zwart. En mooie locatie. Heel vriendelijk. Mensen daar, dus dat was echt heel leuk. En omdat je dan toch een fijn gevoel had met rijden, heb je zoiets van, maakt mij niet uit, was het allemaal waard. En zo, je stapt op en voorwaarts. Die rijdt. Opstappen is voorwaarts. En die wegloopt, dat is ook zo. En die luistert, hey, kom, stap, actief. Van de eerste pas